Ik geloof niet dat jullie deze video sneller een like kunnen geven dan dat ik naar Peri toe loop. Dan dat ik naar Peri... Oké, de like challenge is voorbij. Leuk dat jullie kijken. Vandaag spelen wij de obby van Peri. Punt. Exe. En dat is toch wel een soort van belangrijk detail, zeg maar. Als het gewoon Peri was geweest... Oké, nice! Maar het is Peri.exe en dat maakt het misschien toch wel een stukje spannender. In ieder geval, wat houdt dat dan precies in? Nou, om even mee te beginnen, Peri.exe is een creepypasta. Net zoals er andere creepypastas zijn die gebaseerd zijn op een al bestaand karakter, maar dan ietsje, hoe zeg je dat, enger gemaakt worden. Alright, er zijn een hoop muntjes die wij kunnen verzamelen en uiteindelijk is het zelfs de bedoeling dat wij bij... Peri uitkomen. Er zijn 50 levels in totaal. Dat is best wel veel. Ik bedoel, 50 levels voordat je een obby hebt gehaald. Maar wij... Oh. Ik zag letterlijk iemand naast me naar beneden vallen. Hey, dat is niet grappig. Misschien een beetje. Maar in ieder geval, we moeten dus voorzichtig zijn. En ik weet eerlijk gezegd niet of het veel zin heeft om coins te verzamelen. Ik denk dat we daar uiteindelijk wel wat mee kunnen. Dus ik neem ze voor de zekerheid toch maar een soort van mee. Alright, there we go. Hier is nog een muntje. En stel je nou eens voor. Jij zou een creepypasta mogen kiezen die een obby over zichzelf maakt. Dus een klein beetje hetzelfde wat Peri op dit moment heeft gedaan. Ik bedoel, Peri maakt een obby over... Peri! Een soort van. Ik bedoel, in eerste instantie zag je Peri met iemand die zo keek. En daarna zie je dus dat de obby naar Peri toe leidt. En... wat dat precies inhoudt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik zie daar een aantal verschillende soorten potions. Hebben wij die in eerste instantie niet gezien? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ah, wow, ik zie het nu pas. We hadden een pizza punt kunnen halen. Een heksenpotion. Een ballon, een speedcoil en een moonwalk potion. Very interesting if you ask me. Oké, there we go. Nou, we hebben hier nog een muntje. Het is dus nu eigenlijk gewoon de bedoeling dat we proberen om niet af te gaan. En waarschijnlijk is dat iets makkelijker gezegd dan gedaan. We mogen in ieder geval het rode niet aanraken. Daar begint het al bij. Wacht, wat? Crazy Dave. Er is hier letterlijk gewoon iemand die midden in de obby probeert om items te verkopen. Wacht, hoeveel coins hebben wij? 23. Dus alles is een soort van te duur. Een broodje kost 50 coins, een teddybeer 150 en een speed potion 200. Maar stel je nou voor, je zou die hoeveelheid aan muntjes hebben. Dan kan je dus letterlijk bij hem, I don't know, een item halen als je dat zou willen. Oké, in ieder geval, tot nu toe lijkt deze obby best wel doable te zijn. Ah, hij is lastig, begrijp me niet verkeerd, maar meer van... Het is Peri die het waarschijnlijk nog een stuk lastiger zou kunnen maken. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Nou, we hebben hier een muntje, let's go. We hebben hier een muntje, let's go. En we zorgen ervoor... Nou, zeg maar, alle muntjes... Ik wil serieus niet weten wat er gebeurt als we opgegeten worden door Peri. I mean, like, ik denk dat er iets gebeurt, maar ik heb geen idee wat. Zeg maar, dat is het ding. Misschien krijgen we een gigantische beloning. Misschien... krijgen we die niet, maar er zal waarschijnlijk iets gebeuren. En daar komen we dan zometeen wel achter. Alright, there we go. We moeten in ieder geval proberen de lasers te vermijden. En dat hebben we bij deze gedaan. En ik heb zo'n idee dat dit gaat verdwijnen wanneer we er overheen lopen. Ik wist dat! Ik wist dat ze maar wanneer een stukje van een obby er te makkelijk uitziet. Dan kun je er op een of andere manier al wel van uitgaan dat er een addertje onder het gras... Een addertje onder het gras... Zijn dat serieus gigantische Robux? Zie ik dat goed? Dit zijn letterlijk gigantische Robux! Zwaar, I don't know, maar ik zou toch eerder de Robux gebruiken voor wat leuke items. Oh, dit zijn alleen nog maar duurdere dingen. Wat heeft hij hier? Hij heeft een soort van... Hij heeft een ghost potion, dus iets waarmee je jezelf kan veranderen in een spook. Een energiedrankje en schoenen. Ja, dat is uitermate interessant als je het aan mij vraagt. Hier hebben we een muntje. En eventjes kijken. Wat hebben we hier? Nog twee muntjes. Zoveel. Ik weet niet wat Peri heeft gedaan. Misschien heeft ze gewoon haar
I don't know, haar Piggy portemonnee zo gegooid en dat er dan allemaal muntjes zijn uitgevallen, iets in die trant. Maar hey, er is in ieder geval iets gebeurd, want er liggen overal muntjes en het zijn er een hoop. We zijn al bijna bij level 28. Met andere woorden... ik denk dat we een soort van in de buurt komen van het einde van deze hobby. En ik moet zeggen, we hebben al redelijk wat muntjes verzameld. Maar ik weet niet of het voldoende muntjes zijn om ook al echt een item mee te halen. Oh nee. Oké, wacht. Ik denk dat we er op zich wel achter kunnen komen wat de juiste keuze is. Deze niet. Ja, deze wel. Ah, dat is heel fijn. Maar het is misschien een beetje een soort van vals spelen. Maar kijk, je kunt dus gewoon zien over welke je wel heen kunt lopen en over welke niet. Als je er zeg maar doorheen glitcht, kun je er niet overheen lopen. En het is dus nu rechts. Alright, nou, meestal zijn multiple choice wel een van de lastigste dingen van allemaal. Maar nu is gebleken dat dat dus ook best nog wel een beetje kan meevallen. Oké, there we go. We hebben de checkpoint. We hebben het muntje. We hebben het muntje. En we hebben de checkpoint. That is just amazing. Ik heb een vermoeden, ik heb zeg maar het idee dat als wij zometeen opgegeten worden door Piggy, wat toch wel een soort... Oh nee. Oké, luister, ik weet niet of het kan wat ik van plan ben te doen, maar als het kan hebben wij een hele slinkse wijze gevonden om deze lastige multiple choice te doen. Ik bedoel, 4 keuzes, de kans dat je een fout maakt is groot. Het is niet mogelijk. Oh, het is niet mogelijk. Of tenminste, is het echt niet mogelijk? Ik denk dat het echt niet mogelijk is, helaas. Nee, het is waarschijnlijk... Nou, tenminste, daar kan ik het natuurlijk nu niet uit opmaken, omdat ik gewoon de foute keuze maak. Maar ik denk niet dat het mogelijk is. Het is dus blauw en dan... Oké, wacht. Misschien is het 2 keer blauw. Of het is blauw en dan rood. Nee, het is denk ik blauw en groen. Ik weet niet waarom. Blauw... Nee, het is dus blauw en rood misschien. Of het is blauw en blauw. Het zou ook best 2 keer blauw kunnen zijn. Blauw... waarom is het zo lastig? Oké, wacht. Hebben we geel al geprobeerd? Ja, hè? Dus blauw... Serieus. Blauw... En dan is het zo heel geel. Het is zo... Het is niet sowieso geel. Het is 2 keer blauw. Dus blauw. Blauw. En dan groen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Nee. Dus het is geel. Het is blauw, blauw, geel. Oké, nog 1 keer. Blauw. Blauw. En dan... Geel. Wacht, het is... Luister, ga me nou niet vertellen dat het 3 keer blauw is. Ga me nou niet vertellen dat het 3 keer... No way. Oké, nou, dus dat is 100% de meest flauwe multiple choice die ik ooit heb gehad. Wauw. Dat zie je toch gewoon niet aankomen. Dat gewoon letterlijk... Dat je gewoon 3 keer dezelfde keuze moet maken. Ik bedoel, dat is makkelijk in die zin als je het zou weten. Maar omdat je het niet ziet aankomen, is het dus wel een stukje lastiger. Oké. There we go. We hebben de muntjes overal. En we zijn ready voor een spektakel. Wacht, we zouden nu misschien... We kunnen iets halen. We kunnen een sandwich halen. Gaan we dat doen? Yeah, we hebben een sandwich. Oké, ik weet eerlijk gezegd niet per se wat we aan een sandwich hebben. Ik bedoel, wij eten de sandwich, maar Peppa Pig eet ons zometeen op. Dus op zich geven we dan nu eigenlijk niet nog meer eten aan Peppa Pig. Is dat een soort van waar het op neerkomt? Waarschijnlijk wel. Oké, there we go. Hier hebben we een checkpoint. Hier hebben we een muntje. Daar hebben we een muntje. En daar hebben we weer een checkpoint. Oh, we komen steeds dichterbij. Oké, ik moet zeggen, nu begin ik het wel serieus spannend te vinden. Nu we echt zo dichtbij komen, begin ik het serieus spannend te vinden. Maar tegelijkertijd, we weten natuurlijk niet of dat ook daadwerkelijk betekent dat we worden opgegeten. En dat is iets waar we een soort van in eerste instantie van uitgaan. Maar het zou ook nog best wel eens zo kunnen zijn. Dat we gewoon een beloning krijgen. Dat we een beloning krijgen voor het halen van deze hobby. I don't know of dat überhaupt realistisch is, maar het klinkt een soort van half realistisch, denk ik. Oké, there we go. Mogen we dit aanraken? Ja, we mogen eigenlijk... Zeg maar, soms weet ik niet of je in het midden van iets mag aanraken of alleen de zijkant. Of dat je helemaal niks mag aanraken. Dat is altijd een klein beetje de vraag. Oeh, een onzichtbaar stukje. Dat zijn meestal de moeilijke gedeeltes van een hobby. Alright, we hebben hier de muntjes. Oeh, we zijn er echt bijna nu. Oké, dit is echt... Oeh, ik wil echt dat muntje wel meenemen. Dankjewel. En dit muntje ook. Dankjewel. En dit muntje ook. Dankjewel. We hadden eigenlijk al meer dan 100 muntjes moeten hebben op dit moment. Maar we hebben dus een sandwich gekocht. Misschien kunnen we Peppa Pig altijd nog verleiden tot het eten van de sandwich. In plaats van tot het eten van ons. Oh, dit is het moment. Oké, dit is serieus het moment. Oké, dit is heel spannend. Voor de mensen die... Oké,
Oké, dit is niet alleen spannend, maar ook nog best wel een klein beetje lastig. Oké. Dit is een uitdaging. Oké, rustig, voorzichtig. Ja, oké, nu deze kant op. Ja, niks aan het handje. En dan hebben we hier dus de laatste checkpoint. Alright. Hier overheen. En... Wauw, dat was het. We zijn opgegeten, maar we hebben het gehaald. Bedankt voor het kijken. En ik zeg... Maar kunnen we nu iets halen? Ja. Ja, deze. Oh, nice. Adios.